Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie en het bestuur van de vereniging Rechtspositie Militairen, VRM, hebben naar aanleiding van de eisen van VRM een gesprek gevoerd. Dat gesprek heeft gisteren plaatsgevonden. De bewindsvrouwen gaf op een vandaag belegde persconferentie op het ministerie van Defensie aan dat het onderhoud in een gemoedelijke sfeer heeft plaatsgevonden. Diverse knelpunten zijn besproken en zijn in goed overleg werkafspraken gemaakt. Minister Mathura gaf aan dat er aan verschillende zaken gewerkt is, zoals het aanpassen van de toelagen en het in orde maken van de doktersvoorzieningen. Wat we ook hebben gedaan is financiële middelen ter beschikking gesteld van de directie van MH, van in geval iemand niet geholpen wordt met die brief en hij moet cash betalen, kan hij dat geld daar gaan halen om te betalen en wij gaan het declareren bij SZF. En die mogelijkheid tot declaratie is open voor elke militair. Als hij betaald heeft, is SZF bereid. Wij hebben die faciliteit gecreëerd dat wij het kunnen declareren. En wij gaan dat ook doen. Dus iedereen die betaald heeft in die periode van die overgang, kan bij ons dat geld komen halen en wij gaan het declareren bij SZF. Dat is de voorziening die we hebben getroffen. Werner Kiwasen, bevelhebber van het Nationaal Leger, zegt dat het belangrijk is dat er gewerkt wordt aan leiderschap binnen het legerapparaat. Daarom wordt er door de leiding diverse trainingen verzorgd om dit te stimuleren. Het eerste is het investeren en upgraden van het personeel en in het bijzonder het leiderschap. Dit is bijzonder belangrijk omdat voor het leger de personeel, de mensen, de human resources, uitermate belangrijk zijn. Het upgraden van dat personeel is ook belangrijk omdat wij hier en daar weten hoe complex de conflicten steeds worden. En daar heb je steeds competente leiders en personeelsleden voor nodig. In dit kader kan ik noemen, we hebben op dit moment 5 opleidingen gaande. We willen meer, maar de capaciteit dwingt ons om ons te beperken tot deze 5 interne opleidingen. Deze opleidingen zijn gefocust op het upgraden van de officieren, de onderofficieren. We hebben ook nog functieopleidingen, zoals de hulpadmeurs en hulpbevoorradingsopleidingen. We hebben chauffeursopleidingen en heel binnenkort starten we met onze gewone verzorgingsopleidingen. Al deze functieopleidingen worden eigenlijk reguliere opleidingen. Mathura benadrukt dat het ministerie werkt naar hetgeen binnen haar vermogen ligt. Keulen en Aken zijn niet in één dag gebouwd. We werken, maar kunnen niet alles in één dag doen, aldus de bewindsvrouw.